Hallo, ik ben Rafael en bedankt voor het kijken. Soms probeert de wetenschap iets uit de wereld van de religie en filosofie te verklaren. En in dit geval is dat het bewustzijn. En dit is een van die theorieën waar ik je van beloofde dat ik er meer in detail over zou gaan praten. Waar gaat de holonomic brain theory over? Blijf maar kijken en misschien leer je wel wat. Het is een model van menselijke cognitie dat de hersenen beschrijft als een holografisch opslagnetwerk ontwikkeld door neurowetenschapper Carl Primbram in samenwerking met fysicus David Bohm. De processen omvatten elektrische oscillaties in de fijnvezelige dendritische webben van de hersenen. Van de golven die golfinterferentiepatronen creëren waarin het geheugen van nature is gecodeerd. Er zijn overeenkomsten tussen deze hersenprocessen en de opslag van informatie in een hologram. In een hologram bevat elk deel van het hologram met voldoende grootte de volledige opgeslagen informatie. In deze theorie is een stukje van de lange termijn geheugen op dezelfde manier verdeeld over een dendritisch geheel, zodat elk deel van het dendritisch netwerk alle informatie bevat die is opgeslagen over het gehele netwerk. Beide processen van opslag en terughalen worden uitgevoerd op een manier beschreven door de Fourier-transformatievergelijkingen. Een analogie hiervan is het uitzendgebied van een radioantenne. Op elke kleinere individuele locatie binnen het gehele gebied is het mogelijk om toegang te krijgen tot elk kanaal, vergelijkbaar met hoe de volledige informatie van een hologram zich in een onderdeel bevindt. Een andere analogie van een hologram is de manier waarop zonlicht objecten in het gezichtsveld van een waarnemer verlicht. Het doet er niet toe hoe smal die bundel zonlicht is. De Fourier-transformatieformule converteert de ruimtelijke vormen naar ruimtelijke golffrequenties en omgekeerd. Deze non-lokaliteit van de informatieopslag binnen het hologram is cruciaal, want zelfs als de meeste onderdelen beschadigd zijn, zal het geheel binnen zelfs een enkel overgebleven deel dat van voldoende grootte worden bewaard. Primbam en anderen namen nota van de overeenkomsten tussen een optisch hologram en een geheugenopslag in het menselijk brein. Volgens de holonomische hersentheorie worden herinneringen opgeslagen binnen bepaalde algemene regio's, maar niet lokaal opgeslagen in die regio's. Hierdoor kunnen de hersenen de functie van het geheugen behouden, zelfs wanneer deze beschadigd is. Primbam stelde voor dat de neurale hologrammen werden gevormd door de diffractiepatronen van oscillerende elektrische golven in de cortex. Hij suggereert niet dat het brein functioneert als één enkel hologram, maar dat de golven binnen kleinere neurale netwerken gelokaliseerde hologrammen creëren binnen de grotere werking van de hersenen. In klassieke hersentheorie nemen de sommatie van elektrische inputs naar de dendriten en soma, het cellichaam, van een neuron, ofwel het neuron, ofwel prikkelen ze en zetten ze het actiepotentiaal neer langs het axon, naar waar het synapseert met het volgende neuron. Er zijn echter aanwijzingen voor het bestaan van andere soorten synapsen, waaronder seriële synapsen, van die tussen dendriten en soma's en tussen verschillende dendriten. Veel synaptische locaties zijn functioneel bipolair, wat betekent dat ze zowel impulsen kunnen verzenden als ontvangen. De processen vinden plaats door de oscillaties van polarisaties in de membraan van het fijnvezelige dendriten. Primbam stelt dat de lengte van de vertraging van, het invoersignaal gerelateerd is aan het mentaal bewustzijn. Hoe korter deze vertraging, des te onbewuster is de actie. Primbam en anderen theoriseren dat, hoewel onbewust gedrag wordt gemediteerd door impulsen, door zenuwcircuits, bewust gedrag ontstaat uit microprocessen in het dendritische geheel. Het dendritische netwerk is buitengewoon complex, waardoor een polarisatie zich zonder veel onderbreking kan verspreiden. Deze polarisaties fungeren als golven in het synaptodendritische netwerk en het bestaan van meerdere golven tegelijk veroorzaakt interferentiepatronen. Primbam suggereert dat er twee lagen corticale verwerking zijn, één oppervlaktestructuur van de gescheiden en gelokaliseerde neurale circuits en een diepere structuur van dendritische arborisatie die de oppervlaktestructuur samenbindt. De diepe structuur bevat verdeeld geheugen,
terwijl de oppervlaktestructuur fungeert als het ophaalmechanisme. Holografische en holonomische processen zijn holistisch, aangezien hun namen dat impliceren. Dit wekt de interesse van humanisten en sommige filosofen en wetenschappers en resulteert in twee verschillende vormen van holistische opvattingen. In de biologie en de psychologie is de bewering dat het geheel meer is dan en verschilt van de som der delen. Reductie- en materialistische wetenschappers en filosofen vinden dit leuk omdat ze dan kunnen proberen de hogere orde naar de lagere te reduceren, het zij naar hun eigenschappen of de theoretische termen die hun relaties beschrijven. Maar er is een meer holistische visie die stelt dat de patronen zich overal verspreiden en dat ze de delen onderling met elkaar verstrengelen. Wat betekent dat ruimte en tijd niet langer bestaan en daarom ook geen causaliteit. Het is deze niet-absolute aard van het bewustzijn die de wereld eromheen creëert, wat de holografische aard van het bewustzijn zelf illustreert en zo handelt dat de wereld waarin ze zich bevindt een illusie is. Een fractaal hologram. Dus waarom kan je je hand niet door een solide vorm steken? Omdat het bewustzijn energieke en schijnbare fysische barrières voortbrengt. Nu begint het leuke gedeelte. Ach, tenminste toch voor mij. Wat denk jij? Is deze theorie alleen maar een theorie? Of is het alleen maar een manier om waarop de hersenen herinneringen opslaan die de basis vormen voor je bewustzijn? Of creëert je bewustzijn de wereld waarin je leeft en leven we in een illusie? Je meningen en gedachten worden zeer op prijs gesteld. Het laten achter in het onderstaande vak. Wees wel respectvol in de opmerkingen, want er zijn echte mensen met echte gevoelens aan de andere kant. Over dit onderwerp valt veel meer te vertellen dan ik in deze kleine video heb behandeld. En als u zelf onderzoek wilt doen, zijn de links van mijn bronnen in de beschrijving misschien een goed begin. Als ik iets vergeten ben of je hebt iets toe te voegen, aarzel dan niet om dit te doen. Als je van deze video genoten hebt, kun je liken en delen en abonneren op mijn kanaal. En misschien wil je op het kleine klokje klikken om meldingen te ontvangen. Ik heb mijn You Decide kanaal dat je misschien wil bekijken. En vanuit mijn hoek van deze wetenschapwereld naar de jouwe, hoop ik je volgende keer terug te zien. Dag! Doei!